Vorige keer hebben wij een segment opgenomen over de staking van personeel bij Schiphol. Oh ja. En daarin had ik uitgesproken dat ik zei van dit is een moment waarop er een gelegenheid zou kunnen zijn voor de vakbond om echt zijn positie te gebruiken om dingen op te eisen, om wezenlijke verbeteringen op te eisen en niet om een paar procent meer te zeggen, goed, we gaan naar huis en Schiphol haalt opgelucht adem. Want als je veel druk kan zetten, kan je ook veel voor elkaar krijgen. En dat kan de vakbond en gewoon de werknemersbeweging op dit moment. Nou, dat ging niet door, want de woensdag erna, dus 2 dagen nadat we het hadden opgenomen, was er een akkoord. Dus ik heb het ook niet geüpload, want dat zou een beetje een raar chronologisch gezien zijn. Maar goed, laten we even kijken wat er is uitgekomen. En of het iets is om enigszins blij mee te zijn of niet. Schiphol heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met vakbond FNV over de werkomstandigheden en lonen van het personeel op de luchthaven. Dat heeft topman Dick Benschop van Schiphol gezegd. Volgens hem wordt het akkoord morgen ondertekend en gepresenteerd. FNV, CNV en Schiphol hebben een sociaal akkoord bereikt voor de luchthaven. Over de afgelopen drukke meivakantie krijgen de medewerkers €5,25 bruto per uur extra. Dat komt bovenop vanaf 1 september een zogenaamde Schiphol arbeidsmarkttoeslag van €1,40 bruto per uur. Deze toeslag loopt tot 1 september 2023. Want daarna hebben ze dat extra geld niet nodig, hè? Dat is echt zo. Ook sowieso na deze zomer, die, wat is het, vijf nog wat? Dat hebben ze daarna ook al gewoon natuurlijk. Nu hebben ze dat nodig, maar daarna niet meer. Toch? Ja. Dat is de implicatie, toch? Ja, Want want daarna waarom zou je krijg je weer anders. deflatie of zo. Oh ja, zo werkt dat in ons economisch systeem. Ja, als ik het goed lees, dan is wat ze dus voor elkaar hebben gekregen dat ze over een periode van 2 weken een hoger uurloon krijgen. En dus over de zomervakantie, wat dus niet een structureel hogere betaling is. En ze krijgen een toeslag van een jaar. Zo lijkt het, ja. Dus helemaal geen structurele concessies, helemaal niks. Niet, wat zeg je ervan als we gewoon de lonen verhogen? Gewoon lekker duidelijk, dit is wat er nu in je contract staat en klaar. Nee. Nou ja, het hele verhaal eromheen is ook natuurlijk omdat het daar nu dan zo die enorme drukte blijkbaar is of zo. Dat ze daarom daar recht op zouden hebben. Wat op zich. Nou, er valt op zich wel wat voor te zeggen, maar. Ja. Hallo. Ja, ik bedoel, stel je werkt daar in in een bedrijfstak waar het een bepaalde periodes gewoon veel drukker is. Dan moet je harder werken. Op zich fair als daar wat extra geld tijdelijk dan tegenover staat. Maar dat betekent niet dat er niet ook een structurele loonsverhoging moet komen om kosten die iedereen heeft, zoals een woning, boodschappen, et cetera, te kunnen blijven betalen. Want ik neem aan dat de meeste medewerkers van Schiphol die in de bagage en dat soort dingen allemaal werken, die hebben het niet makkelijk daarmee. Nee, ja, ik zou zeggen dat deze situatie vooral boven water brengt hoe nodig deze mensen zijn. Maar het is niet zo dat als het niet zo druk is, dat hun loon dan prima is. En ik Nee, bedoel, ik maar snap wat je dat zegt bedoel ik. hoor, daar ben ik het op zich ook wel mee eens. Maar om daar de nadruk op te leggen, dat leidt ertoe, zo blijkt, dat je dit soort afspraken krijgt met dus een tijdelijke oplossing. Voor deze periode gaan we wat meer geld geven, maar daarna gaan we gewoon weer terug naar je te weinig betalen. En dit komt dus neer op een loonsverhoging van €1,40 per uur. Nou, wat zullen ze verdienen daar? 10, €11 per uur of zoiets? Hoe kan je daarvan een woning betalen? In de buurt van Schiphol. Ik bedoel, oké, na Schiphol zijn de huisprijzen relatief laag vanwege geluidsoverlast, maar gewoon. Dus basically in de Randstad. Want ja, je kan toch ook gewoon in de Achterhoek gaan wonen? Ja, en naar Schiphol op en neer rijden, leuk hoor. Die hoofdonderhandelaar van de FNV Ja. werkt ook gewoon, die werkt zelf bij Schiphol. Is dat logisch? Het is een werknemersbeweging, dus dat is op zich wel logisch. Board member van de Sector Fund Aviation. Oké, wacht eens even. Hij heeft zijn master gedaan in political science, schuinstreep public administration, Van specialization in Dieter. corporate social responsibility. Je zou zeggen dat daar enige, een dubbele pet op zijn minst, belangenverstrengeling zou er wel in kunnen zitten. Ja, je zou toch zeggen dat de meest prominente vertegenwoordiging van de mensen aan de bagageband
iemand aan de bagageband zou moeten zijn. Toch? Dat is niet een rare gedachte. Het hele idee is juist om de werkplek te democratiseren. En dan kan je niet zo komen aanzetten van... Oh, maar die is er toch niet opgeleid genoeg voor? Dat is juist het hele idee. Dat ook mensen die niet een kandidaatje hebben... iets te zeggen hebben over hun eigen lotsbestemming. Ja, dus er zit nu gewoon hier iemand die dit zelf niet nodig heeft. Die zelf geen baat heeft bij waarschijnlijk dit akkoord. Die is dan, zeg maar, als een soort van beroepsvakbondspersoon is hij aan het onderhandelen namens mensen die het wel nodig hebben. Ja. Ja, dan krijg je gewoon hoe de vakbond de afgelopen decennia heeft ontwikkeld, ja. Dus inderdaad, wat je zegt, blij zijn met incrementele stapjes en een eis maken voor echt iets groots. Want inderdaad, ze hadden echt zieke macht. Echt iedereen hoorde je er ook over. Gewoon, iedereen, tenminste die sprak, tenminste ik wel. Heel veel mensen die er dan iets over zeggen en zo. Dat je echt denkt van wow. Als er ooit een keer momentum is geweest om gewoon even een vuist te maken. En te laten zien aan de grote bevolking van hallo, dit kunnen we gewoon voortzetten. Ja. Dan kan je niet vliegen. En dan leggen ze zich neer bij eigenlijk geen loonsverhoging, maar bij een tijdelijk gebeuren. Dat is toch gewoon fucking om van te huilen. Ja, en het hele punt is juist van een vakbond dat de mensen zelf gehoord worden. In plaats van dat ze wederom mogen worden geleid of hun belangen behartigd door iemand die zo welwillend is. Dat er een andere hoge pief met een groot salaris en een interessant papiertje van een diploma kan gaan zeggen van... Oh ja, ik sta wel echt op voor jullie belangen. Ik bedoel, oké, misschien is deze persoon bij de FNV wel geen volksvertegenwoordiger... Maar dit is basically gewoon een politicus. In die zin. Hij draagt hetzelfde pak waarschijnlijk als de mensen waarmee hij onderhandeld heeft. Maar hij is daar alles mee gezegd. Dit is volgens mij gewoon waarom de vakbond is mislukt in Nederland. Want ja, dat kan je wel stellen. Zonder vakbond, durf ik niet met zekerheid te zeggen hoor. Maar zonder vakbond zou het best kunnen dat deze mensen er beter van af zouden zijn dan met vakbond. Want dan zou je een situatie kunnen hebben waar niet door een vakbond geleid, maar gewoon uiteindelijk een groep medewerkers iets hebben van, nou, we hebben er genoeg van, we houden ermee op, we gaan staken. En dan heb je niet iemand die al denkt in compromissen en procedures en onderhandelingen, die aan tafel gaat zitten, maar dat is gewoon een groep mensen die iets opeisen, die je tevreden moet stellen. En dat is het hele idee van de oorsprong van een vakbond. Dat zie je hier niet echt in terug.